Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat bedrijven verantwoordelijk worden gemaakt voor de transparantie van de hele keten. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete. Wat vindt de minister van de Nieuwe Economie hiervan? Jarenlang konden bedrijven zich verschuilen achter, ik weet het niet. Ik weet niet wat de maatschappelijke schade is van mijn producten. Want ja, we hebben zoveel leveranciers in zoveel landen. Hoe moeten we dat in hemelsnaam in kaart brengen? Er is een initiatiefwet genomen door SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om bedrijven verantwoordelijk te maken voor de transparantie van de leveranciersketen. En je denkt misschien dat is iets wat wel heel ver afstaat van de Europese industrie. Nou, Duitsland heeft met de regering een wet omarmd waar 10% van de omzet boete wordt gevraagd aan de Volkswagens, aan de Siemens van deze wereld, als ze geen transparantie kunnen geven over de schade in hun keten en ook actie laten zien om dat te verbeteren. Nou, het gaat nog verder. Zelfs op Europees niveau is er nu een initiatief genomen vanuit het Europees Parlement en ook in meerderheid aangenomen, geïnitieerd door de PvdA, om maatschappelijke en menselijke en milieuschade in kaart te brengen en te verbeteren. Ja, dit is een fantastische trend, want daardoor wordt het in het belang van een bedrijf om te verduurzamen, in plaats van dat je daar achteraf profiteert van het uitbuiten of het vervuilen van het milieu. Dus we gaan steeds meer naar een duurzame ondernemerseconomie. Als minister van de Nieuwe Economie help ik bedrijf, consument, maar ook de overheid of investeerder om die maatschappelijke kosten te zien en te verbeteren. Bedrijven kunnen natuurlijk zelf hun maatschappelijke kosten in kaart brengen en ook een plan presenteren om dat te verbeteren. Denk aan Unilever, grootste voedselbedrijf in de wereld. Die hebben gezegd, in 2030 willen we geen armoede meer in onze complete waardeketen. We zorgen voor een leefbaar loon en een leefbaar inkomen voor die duizenden mensen die nu in de armoede leven. Een leefbaar loon en een leefbaar inkomen. Een concreet doel naar 2030 stellen. Dat kan elk bedrijf gaan doen en op die manier systematisch werken naar een duurzame economie. Ik ben pas net begonnen. Ik zie dit echt als een eerste stapje. Verkiezingen zijn leuk en daar komt dan waarschijnlijk iets uit wat het alleen nog maar spannender maakt. Maar jongens, het gaat over de praktijk van implementatie. Daar zijn allerlei mooie woorden en verhalen omdat iedereen kiezers wil werven. Maar het gaat over concrete beslissingen die gemaakt worden op Den Haag niveau, maar ook Brussels niveau. En daar ga ik gewoon alles op alles zetten om te zorgen dat we zo snel mogelijk naar een nieuwe economie gaan.